voor de derde keer Nederlands kampioen. Hoe is dat? Ja, best wel lekker. Het was even. Ik heb donderdag 6 kilometer even geroeid. Zo van toch nog iets proberen te oefenen. En gewoon een beetje de toernooi groeien en even kijken wat het me zou brengen. Ik had niet hele hoge verwachtingen, maar het is toch wel leuk om te kijken wat erin zit. Dus bij deze. Waarom waren je verwachtingen niet zo heel hoog? Ik moet altijd even een beetje wennen aan een skiff in plaats van een dubbel. En ik heb de laatste tijd gewoon helemaal niet geskift. Nogal logisch, want ja, we gaan vol voor de dubbel natuurlijk. Dan is de skiff even niet zo belangrijk. Maar dat een skiff voelt toch even net anders. En net je afstelling qua je hoeken, dat, als dat net even anders staat, dan vind ik het altijd heel vervelend. Dus ik ben een beetje Pietje precies wat dat betreft. Dus ik moest echt even, vooral met dat lastige weer, dan zat ik echt een beetje te klooien in die boot. Gelukkig kon ik er vanmiddag toch even een mooi einde aan te breien. Briesje tegen. En je moet gewoon winnen op in zo'n finale. En dat moet je gewoon doen. Dus dat is gelukt. Verder was dit niet mijn briljantste roeien. Maar ja, het was leuk genoeg en het was een mooi weekend. Vorig weekend was je nog in Varese. Dat is dicht op elkaar met het Nederlands kampioenschap. Hoe heb je je daarop voorbereid? Ik had een mooie quarantaine thuis. Dus ik heb goed uitgerust. Eigenlijk is dat het vooral. Ik was best wel moe van het EK. Het was een pittig weekend. Zware weersomstandigheden. Dus eigenlijk heb ik gewoon heel veel geslapen en een beetje bijgegeten. En toen mocht ik alweer. Je zei bij de prijsuitreiking zojuist. Er hoort iemand naast me te staan. Hoe was het om het een keer alleen te doen? Nou, skiffen zelf vind ik heel erg leuk. Dat is iets wat ik vanaf jongs af aan al doe. Maar zo'n medailleceremonie is wel leuker met een maatje naast je. Maar ik geniet enorm van soms de vrijheid. Ik zit normaal gesproken op boeg, dus ik moet volgen. En nu kan ik lekker mijn eigen ding doen. Dat is ook wel eens lekker. Ja, super gaaf. Ongelooflijk. Een week geleden sta je nog op het EK, zit je in een dubbel 4 waar je hard voor hebt getraind. En mag je daar een bronzen medaille naar huis nemen en dan nu super gefocust in je eentje gaan doen. En dat een medaille heeft opgeleverd en dat ik ook eerste ben geworden, dat is kerst op de taart. Hoe heb je je voorbereid op deze week? Of deze week op dit toernooi? Gewoon weer heel geduldig. We kwamen thuis, even een dag rust en dan ga je gewoon weer in je skiff stappen. En ze van, hoi, dit is je skiff. Succes ermee. En gewoon halen maken, genoeg uitrusten en vertrouwen op de winter die we hebben gedraaid. En gewoon weten, oké, dan het beste gaan doen wat je kan. Had je deze uitslag verwacht? Nee, ik ging echt erin met elke race die we doen is er eentje meegenomen. Elke keer weer beter, elke keer weer harder. En het feit dat het dan in deze laatste race er zo goed uitkwam, ja, dat is echt fantastisch. Hoe ging je race? Nou, zwaar, maar het is blijkbaar wel goed gegaan. Ja, wat was er zwaar? Roeien is natuurlijk een hele zware sport om een wedstrijd van te moeten doen. Maar wel heel fijn dat het nu weer even klaar is en dat ik nu lekker kan gaan uitroeien en uitrusten.